Dag lieve mensen, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Jacqueline. Ik maak readings voor het collectief. En dat is natuurlijk niet voor iedereen op dit moment geldig. Want niet iedereen zit in hetzelfde stukje. Dus als ik een video post, pak daaruit wat resoneert en laat alles wat niet resoneert los. Wat kun je op mijn kanaal verwachten? Nederlandstalige video's, dat zijn de elementreadingen, de engelenreadingen, de healingen, de nieuwe volle maanreadingen, energie update van de masculine en feminine energie, tweelingzielreadingen, ja, shorts ga ik mee beginnen, weekenergie, ja, dat zijn kleintjes. En vanaf de 20e, vanaf de equinox, kreeg ik te horen, ik wilde eerst vanaf april, nee, werd er gezegd, doe maar vanaf de equinox. De Engelstalige readingen, ook elementreadingen, en eigenlijk hetzelfde, maar dan in het Engels. Ik gebruik natuurlijk andere kaartendeks, dus je hebt altijd andere informatie die dan op dat moment is. Ik zal om de dag een video posten, zowel Engelstalig als Nederlandstalig. Dus dat blijft gewoon, die Nederlandstaligen blijven ook. En ja, dat is de bedoeling dus van Spirit, dat jullie nog wat meer informatie krijgen. En dat ik wat, ja, dat er andere mensen in een andere taal ook nog iets kunnen leren daarvan. Goed, we gaan het zien. We gaan beginnen. Divine Feminine, wat mogen jullie verwachten de komende dagen? Waar mogen jullie aan werken? Wat is belangrijk? Zachtheid hoor ik. Zachtheid naar jezelf. Sommigen zijn wat hard voor jezelf. Dat is belangrijk. Lead with confidence. Even kijken. Oké, ik had dus net al iets opgenomen, dat heb ik gewist, want het voelde niet lekker. En er was diezelfde kaart bij, dus dat zegt wel iets, hè. Nou, als eerste de kaart Faith, lead with confidence. Dus heb het vertrouwen dat datgene wat je gaat doen, dat dat ook juist is. Dat je datgene nu neerzet wat voor jou bedoeld is, wat voor de buitenwereld bedoeld is, om te horen. Face fear and rise. Dus ook al ben je bang, ga die balans, ga die angsten aan. Ga die angsten aan en ga daar bovenuit stijgen. En ga die helen. Ga in de balans, zorg dat je in balans komt om de dingen neer te zetten die je eigenlijk graag wil. Want dat is gewoon heel belangrijk. Ben ik dus nu ook mee bezig. Zoom out and relax perspective. Dus kijk even, ja, pak het juiste perspectief van soms hoef je niet iets te doen en hoef je je niet te haasten. Als je al iets neergezet hebt en iets in werking hebt gezet, dan mag je ook eventjes rustig aan doen, zodat het zich kan ontvouwen. En, want als je iets vanuit angst neerzet, dan is het eigenlijk gedoemd om te mislukken. Dat is belangrijk om dat eerst op te ruimen, op te lossen. Ik heb het gewoon nog twee. Oké. Weave new story. Nou, ook weer de balans. Nou, dat is dus wat ik nu zelf voor mezelf ook aan het doen ben. Er iets nieuws bij doen. Omdat ik bepaalde dingen in de toekomst wil veranderen. En dan zal ik er een andere basis. De basis zal iets uitgebreid moeten worden. En daar ben ik op dit moment mee bezig. En weave a new story. Dus je gaat iets nieuws neerzetten. En dat kan dus te maken hebben met jouw energie, met jouw eigenlijke divine feminine energie. Dat je daar, ja, zoals hier de kaart, strengthen your boundaries. Dus dat je je grenzen mag aangeven. Dat je je grenzen mag aangeven, dat je datgene wat jij gaat neerzetten, op een zonder angst doet. En zonder angst om te gezien te worden, zonder angst om erkend te worden. Misschien ben je daar nog bang voor. Dat je bang bent dat iemand jou op een andere manier zou zien als dat jij eigenlijk van plan bent. Om je te laten zien. Dat anderen daar iets van vinden. Maar doe gewoon rustig aan. Doe je ding. Ga je eigen ding doen. En zet je grenzen. Geef je grenzen kenbaar. Maak je grenzen kenbaar. En geef je grenzen aan. Ook, hè. Dat is ook heel belangrijk. Als iemand over jouw grens heen gaat, dan mag je dat gerust zeggen. De kaart. Goddelijke zusterschap.
gemeenschap van de spirituele zusters en broeders van het licht. Ik heb daar vroeger eens mee gewerkt met de witte broeders van het licht. Ook energieën vanuit spirit. De broeders van de witte broederschap, dat was het. En daar heb ik vroeger, dat is 25 jaar terug, heb ik daar al mee gewerkt. En heb ik daar om hulp aan gevraagd. Maar dat is wat jij ook mag doen. Samenwerken met jouw gidsen. Samenwerken met heel veel spirits die het goed met jou voor hebben. Die eigenlijk willen dat jij in je kracht gaat staan. En dat je gaat stralen. En dat je je niet meer klein houdt. Dat je niet meer je grenzen te strak zet rondom jezelf. Wel naar anderen toe. Dat je zorgt dat je afstand houdt. In die zin, als iemand iets anders wil dan wat jij wil, dat je afstand houdt. Energetische stabilisering met de gesp van de geliefde. Het kan dus ook zijn dat je in een tweelingzielverbinding zit. Of in een liefde. In een verbinding zit met iemand. Het hoeft geen tweelingzielverbinding te zijn. Daar zit toch niet iedereen in. Maar goed, dat je dat jouw geliefde jou ook ondersteunt, hè, in datgene wat jij aan het doen bent. Dat je weet dat die ander ook trots op jou is. En het is niet dat je dat dan daarvoor doet, maar het is wel fijn als je de erkenning krijgt van degene van wie je houdt. En dat die ook zoiets heeft van, ik ben trots op wat zij of hij bereikt. Hè? Net zoals zo goed dat jij Divine Feminine ook trots bent op jouw Divine Masculine. Maar weet ook dat je trots mag zijn, dat je ondersteund wordt door spirit en dat, dat zij ook trots op je zijn. Als je de stappen durft te zetten. En dan wordt dat ook beloond vanuit het universum. Hè? Het is niet zo van, en ook al is er op dit moment een beetje een stilstand, die stilstand kun je wel gebruiken om jezelf terug te vinden en te groeien. Of om op aardvlak de dingen neer te zetten. Kijk, deze video's maken, het is nu zondag 3 uur, dat doe ik dus ook gewoon in het weekend. Omdat ik het punt 1 wil neerzetten, wil ik gewoon eventjes wat voorwerk. Maar ik vind het ook leuk om te doen. Mysterie van oude machten, horen de ratel van Isis spelen. Dus je gaat samenwerken met spirit, samenwerken misschien met Isis, om van alles vanuit jouw vrouwelijke energie neer te zetten. Vanuit jouw creatiekracht. Gebruik die creatiekracht nu op de juiste manier. In plaats van niet weten wat je wil. De helderheid krijgen in datgene wat je graag wenst. Kaart geest van Isis. Triomf voor de godin. Dus jij gaat daarin zegevieren. Je gaat daarin je gaat dat gewoon aanpakken. En dan ga je ook in slagen. Dat woord was ik het zoeken. Dat is natuurlijk nog iets. Als je Nederlandstalig en Engels bij elkaar doet. En dat was nog een optie wat ik straks nog misschien ga doen. Maar dat is over een paar maanden. Althans, dat is laat ik gewoon het even gebeuren. Maar er mag gewoon iets neergezet worden. Datgene wat jij aanpakt. Als jij je grenzen durft aan te geven. Dit is wat ik wil doen. Dit is wat ik neer wil zetten. Dit is wat ik voel. En hier mag ik iets mee. Ja, dan gaan die dingen gewoon ook stromen voor jou. Eens even kijken. Wat mag ik dan vanuit mijn deck nog erbij? De kaart moeilijkheden. Keelchakra, het angst om te uiten. Nou, dat wordt hier ook al aangegeven. Hè? De waarheid spreken. Speak your truth. Dus dat is heel belangrijk dat je gaat spreken naar jezelf toe ook en naar de buitenwereld toe ook van dit is wie ik ben en dit is wat ik doe en daar mag je het mee doen en dan mag je jezelf daarin accepteren, hè? De kaart acceptatie, jezelf zien, openbaring en de muren afbreken, ook die muren mag je ook afbreken naar jezelf, dat je misschien nog een muurtje op hebt staan naar anderen toe zodat die daar niet overheen kunnen. Dat is dan nog tot daar aan toe. Maar die muur naar jezelf, die acceptatie van jezelf, die mag er wel zijn. Eens even zien wat er nog meer speelt. Karmische koorden, die ga je reinigen, verbreken. En die hou je dus niet meer vast.
die karmische code kunnen te maken hebben. En ik heb ook het gevoel dat het bij veel vrouwen hier te maken heeft met werk. Met werk gerelateerd. Overvloed, financiën, dat iets niet stroomt. Dat iets niet stroomt zoals je het graag zou willen. Maar dat je wel nu het heft in eigen handen neemt. En jouw inzichten die je krijgt, of de inzichten die je krijgt van spirit, dat je die gaat volgen. En dat je grenzen stelt aan een stukje misschien van jezelf, dat je niet vooruit kwam, dat je nu zoiets hebt en nu wil ik het gewoon neerzetten en nu wil ik er gewoon vooruit, wil ik ervoor gaan, voor die vooruitgang. Maar ook karmische koorden verbreken met angst. Angst om gezien te worden, angst om te stralen. Ik heb het gevoel dat dat bij velen van jullie in de vrouwenenergie nog speelt. Angst om te stralen. En daar hoef je niet bewust van te zijn. En bij mannen kan het trouwens ook. Hè? Dus als jij een vrouw bent en je kijkt deze video, kijk dan ook even je Divine Masculine. Dat heeft ook te maken met de energie in jouzelf. Niet zozeer met die tweelingziel, maar meer ook met die, mannelijke energie in jouzelf. Want je hebt de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf en dat dient in balans te zijn. Dus dan zul je ook dat andere stuk moeten aanpakken, mogen aanpakken. Dus natuurlijk aan jou wat je daarmee doet. Maar dat is wat hier ligt. Wat moeten we nog meer? Welke kaarten nog meer? Ik kreeg nog twee kaarten door, dus die pak ik maar. Dat zijn de kaarten, de Angel Guide Oracle van Kyle Gray. Eens kijken wat hij te melden heeft. Okay. Inner Child Healing, dus er mag misschien nog iets geheeld worden. En ik heb gehoord, krijg nu het woord tekorten. Tekorten dat je in het verleden misschien tekort hebt gekregen. Tekort aan geborgenheid, tekort aan liefde, tekort aan veiligheid. Tekort aan acceptatie, ook naar jezelf toe. Hè? Dat hoeft niet allemaal dat het van de buitenwereld is, maar ook naar jezelf toe. Tekorten in financiën, tekorten in overvloed, waar dan ook aan je leven. Tekort aan liefde, iemand dat niet kon geven, maar gaf jij jezelf dat dan? Nou, zelfacceptatie. Dus dat, weet je, dan daar mag je ook naar kijken. Dat is heel belangrijk op dit moment. Dat dat geheeld mag worden. Zodat je kunt stralen. Joy and contentment. Dat je tevreden bent. Dat je plezier hebt. En dat je blij bent. Met datgene wat je doet. Blij bent met je werk. Blij bent met wie je bent. Dus Divine Feminine, kijk daar eens even naar. Kijk eens in jouw Divine Feminine energie. Wat daar nog gezien mag worden. Waar loop je nog vast? Wat durf je nog niet te zien? Welke projectie heb je naar de buitenwereld toe? Welke projectie heb je naar je tweelingziel? Als dat niet stroomt, ben je dan geïrriteerd naar die persoon. Ook die persoon mag iets leren. En dat is het eigenlijk. Composure, dat is een samenstelling van. Dus mannelijke en vrouwelijke energie. Ja, energie. Twee, drie kaarten. Ease and grace. Het gaat dus makkelijk. Het stroomt ook makkelijk. En het stroomt vanuit de bron. Als jij je verbindt. En hier zie je alleen maar geel. Geel en oranje. Dus als je je sacraal chakra heelt. En je zonnevlecht heelt. Dat wil zeggen. Blokkades helen die in jouw sacraal chakra zijn. En die hebben meestal te maken ook met afwijzing. Misschien door je ouders niet goed genoeg zijn. Of door jezelf, hè. Dat is ook waar je dus een grens aan mag zetten naar jezelf toe. En in het zonnevlecht, dat je daardoor niet goed durfde dingen neer te zetten wat je eigenlijk graag wil. Op werkvlak, op het gebied van hoe je naar de buitenwereld bent. En ja, dan word je dus nu gezegd, yes, je gaat dit gewoon aanpakken en je gaat dit voltooien. En je gaat gewoon in die kracht staan. En kijk eens hoe blij ze is. Alles is gewoon gelukt. Je krijgt datgene wat je wil. Als je je inzet voor jezelf. En niet inzet voor de buitenwereld. Of inzet voor je tweelingziel. Dat je iets wil neerzetten voor jouzelf. Jij mag ontvangen. En dat is vaak lastig.
in de vrouwenenergie. Het durven te ontvangen. Het weten dat je goed genoeg bent om überhaupt te kunnen ontvangen. En daar ligt het stukje wat gezien mag worden. En deze werden ook nog gezien. Nee, oké, die moeten bij de Divine Masculine, maar dan ga ik dadelijk mee aan de slag. Maar dat is dus wat jullie, de vrouwenenergie, wat je dus nog mag helen, wat je dus nog mag zien. Dus als je nog bepaalde blokkades hebt in je leven, dat iets niet stroomt, dat iets niet vooruit gaat. En dat gebeurt herhaaldelijk, dat is eigenlijk een seintje van spirit, dat jou wil zeggen van kijk, hier stroomt iets niet. Mag je eens naar kijken, dan mag je eens gaan invoelen van wat speelt hier, waarom stroomt dat niet. Ja? Dus kijk daar even naar en probeer dat voor jezelf op te lossen. En mocht je daar niet uitkomen, kun je natuurlijk altijd mij contacten. Kan ik je ondersteunen middels een telefonisch consult en die beginnen vanaf 30 minuten. En dan zal ik meteen even uitleggen waarom 30 minuten, vanaf 30 minuten korter, dat heeft geen nut. Want dan krijg ik dat niet uitgelegd wat er nodig is voor jou om in te zien waar bepaalde blokkades nog spelen. En 20 minuten of ja, korter is helemaal niks. Dat schiet niet op, dan kom je niet tot de kern. Zo snel, ik kom dan wel snel tot de kern bij jou, kan je dat heel snel aangeven. Maar je moet het ook zelf kunnen begrijpen. En niet alleen met je verstand. Als je een verbinding, een consult bij mij boekt, dan is het ook fijn als je dat op zielsniveau begrijpt. Zodat je daarna verder kunt. Want anders heeft dat weinig nut. Dan loop je toch weer in hetzelfde rondje te rennen. Als je daar niet mee aan de slag kunt. Als je de tools niet precies hebt van hier mag ik iets mee. En daarom, dat voelt zo. Zo voel ik het. Dus ik werk veel op blokkades en op zielsniveau dingen begrijpen. Want anders kom je toch niet vooruit. En dat kan via een telefonisch consult, via een Zoom sessie of in de praktijk. Dat staat je vrij. Maar ja, dat is wat ik aanbied. Goed, dankjewel. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel dat jullie massaal ook reageren. Of massaal, maar in ieder geval, er zijn wat mensen die reageren onder de video's. Heel erg lief, dankjewel. Dankjewel voor alle likes, want die gaan heel erg veel stromen, zie ik. En ja, goed, like, deel en abonneer op mijn kanaal als je dat leuk vindt. Ja, dankjewel en namaste.